Demissionair minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem keert niet terug in de Tweede Kamer. Dijsselbloem verlaat de politiek over twee weken, schreef hij in een brief die hij dinsdagavond aan Kamervoorzitter Khadija Arip stuurde. Dijsselbloem, 51. Mister Vuurkracht die noodzakelijk is voor de negenkoppige PVDA-fractie in de oppositie, schrijft hij. Mijn partij moet verder en heeft daarvoor negen kanonnen nodig. Ik ben nu tot de conclusie gekomen dat ik in deze rol, in deze fase, die vuurkracht niet heb. Al dus Dijsselbloem, volgens de demissionair minister was de verkiezingsnederlaag van de PvdA op 15 maart doorslaggevend. De Sociaaldemocraten gingen van 38 naar 9 zetels. Ik ervaar het als een nederlaag dat de PvdA nu zo slecht voor staat en voel me daar zeer verantwoordelijk voor, zei Dijsselbloem daar op Prinsjesdag nog over. Op 25 oktober legt Dijsselbloem zijn Kamerlidmaatschap neer. In de weken waarin het nieuwe kabinet naar verwachting zal aantreden, ik verlaat ermee de Nederlandse politiek en dat valt me zwaar. Tijdens de verkiezingen kreeg Dijsselbloem 52.000 voorkeurstemmen. Het spijt mij zeer en ik neem dat helemaal niet licht. Deze mensen hebben bewust op mij gestemd. Zei de bewindsman woensdagmiddag in de Tweede Kamer indirect tegen deze groep. Ik voel me daarop recht bezwaard over. Tegelijkertijd verwachten die mensen dat alle negen Kamerleden er volledig voor gaan en dat zal in deze tijd meer dan nooit nodig zijn. Er komt een nieuwe periode aan voor de PvdA waarin voor een deel WO-bouwwerk moet plaatsvinden. Dijsselbloem is krap zeven maanden na de verkiezingen het Tweede Kamerlid dat vroegtijdig het parlement verlaat. Eerder stapte VVD'er Pieter Duisenberg tot teleurstelling van Ariep vroegtijdig op. Die teleurstelling zal nu niet anders zijn. Denk Dijsselbloem. Ariep vindt dat gekozen volksvertegenwoordigers hun termijn moeten volmaken. Zij zei ze afgelopen zomer in een interview met Nu Punt namelijk, over Duisenberg, die voorzitter werd van de Vereniging van Universiteiten, zei Ariep bij zijn afscheid in de Kamer dat de partijen en kiezers meer van hem hadden verwacht. Lijst. Dijsselbloem maakte voor de verkiezingen nog een punt van dat hij hoger op de P van de A-lijst wilde komen. Hij stond op plek 5. Maar had liever plek 3 waar nieuwkomer Rijks van Dijk stond. De demissionair minister van Financiën kreeg uiteindelijk zijn zin. Dijsselbloem blijft wel voorzitter van de Eurogroep. Totdat zijn termijn daar volgend jaar januari afloopt. Eerder deze week stemden de ministers van Financiën van de EU-lidstaten daarmee in. Afkoerperiode De verdere toekomstplannen van Dijsselbloem zijn niet bekend. Het is volledig open wat ik daarna ga doen. Wil de Dijsselbloem daar alleen over kwijt? Een baan in Europese politiek noemde hij zeer speculatief. Ik begin vanaf januari met een plankvel en ga daar langzaam met een potlood en tekening op maken. Wel is hij voorstander van een zogenaamde afkoorperiode van twee jaar, zodat een minister niet gaat werken in een sector waar hij zelf als bewindspersoon verantwoordelijk voor was. In de financiële sector zal je hem sowieso niet snel tegenkomen. Zeg nooit nooit, maar het is niet mijn eerste passie. Zij Dijsselbloem in 2016 in een interview met het financiële dagblad over. Dijsselbloem heeft er nooit een geheim van gemaakt dat het Kamerlidmaatschap hem zwaarder viel dan minister zijn. Ik word goed ondersteund. Ik heb een auto met chauffeur. Alles staat klaar, zei hij in een interview met nu.namelijk, als Kamerlid moest hij veel harder werken. Die hebben anderhalve man ondersteuning. Holland van Hom naar her, staan nog tot s'avonds laat op het station van Abingedam en moeten dan maar zorgen dat ze thuiskomen. Al dus de afzwaaiende bewindsman destijds, Asger, pvd leider Lodewijk Ascher noemt het vertrek van Thijs bloemengemis gemis en nerg jammer, een imposante bestuurder, een P van den Aar in hart en ziel en een heel fijne, warme collega, zegt Asger. de combinatie van passie voor de sociaaldemocratie, ijzeren werkdiscipline en droge humor maken Jeroen geliefd binnen en buiten de partij.